Trots op je vader of niet? Ja, zeker. Ik denk dat hij de afgelopen 9 jaar in de stad ontzettend goed heeft gedaan. En dat merk je ook op het moment dat ik zelf hier over de fret rondloop. En de enthousiaste reacties die je dan van de mensen hier vanuit de middenstand hoort, krijgt. Dat is ontzettend leuk om dat natuurlijk ook over je vader terug te horen. Hebben jullie nog gekke dingen meegemaakt met een vader die burgemeester is? Talloze dingen die je meemaakt en die jij zelf ook meemaakt. Ik kan me nog herinneren dat hij rondom de Nuclear Summit die in Den Haag was op een gegeven moment met de politie nog mee is geweest. En zei van ja goed, hoe zijn nou die veiligheidsprotocollen eigenlijk geregeld? Omdat ze zeiden van nou ja, rij een keertje mee in de motorcade die ook zou rijden als Obama langs zou komen. En als er wat gebeurt dan zullen we even laten merken. Wat er gebeurt. En ik ben bijna nog samen met uw moeder geloof ik aangehouden bij de sollicitatie. Nee, dat was alleen mijn moeder. Ze waren volgens mij bij, dat was op ergens een geheime plek in Nederland waar de vertrouwenscommissie bijeenkwam en dus interviews werden gevoerd. En op een gegeven moment verscheen daar een oudere Peugeot en ze waren bang vanuit de vertrouwenscommissie dat de locatie gelekt was en dat er een journalist aan het rondrijden was. Toen het uiteindelijk vanuit de vertrouwenscommissie het signaal kwam, het is gewoon mevrouw van Aertsen die haar man komt ophalen voor het gesprek. Waarmee uiteindelijk gewoon daar iedereen weer rustig kon ademhalen, dat uiteindelijk de naam niet voortijdig zou uitlekken.